bijzonder effectief weer Excelsior Maassluis. Nou, dan haal dat woordje weer maar weg, want dat zijn we meestal niet, maar vandaag wel. Tegen HAC Hardenberg in ieder geval wel. Dat is wel heel toevallig. Ik sprak met Gert-Jan, trainer van HAC, en die zei... Ja, ik heb het even nagezocht, maar de laatste twee wedstrijden scoren jullie uit de eerste kans gelijk een doelpunt. En dat had hij voor de wedstrijd nog gezegd. En ja, dat gebeurde eigenlijk weer. En jij verliest nooit van die Hardenbergers? Nee, 5 gespeeld, 15. Dus dat is inderdaad wel bijzonder. Ja, waar kwam het door dat jullie in het eerste kwartier al 2 doelpunten maakten? Ja, volgens mij die eerste was denk ik wel gewoon echt een venijnig schot. Dat was echt een goede goal. En ja, de tweede eigenlijk ook, allebei van buiten de 16. En wij staan niet zo bekend om een doelpuntenmachine zijn. Maar ja, als jij inderdaad uit de eerste 2 kansen 2 keer scoort, dan dat was bijzonder effectief. En daarna was het denk ik voor HAC ook gewoon lastig. Ik denk dat heel veel ploegen ook weten dat wij gewoon wel goed kunnen verdedigen. We hebben niet voor niks altijd wel een van de minst gepasseerde defensies. Ja, alleen in de tweede helft moet ik zeggen dat HAC echt wel gewoon goed uit de startblokken kwam. En uiteindelijk ook verdiend vond ik 2-1 maakte. Ja, en dan uiteindelijk in die eindfase, wij verdedigen denk ik nog steeds wel goed. Alleen 2 keer in een soort van counter moment scoorden we de 3 en de 4-1. Geflatteerd denk ik, achteraf als je dat ziet. Het is natuurlijk voor ons lekker om een keer 4 keer te scoren, want dat gebeurt niet vaak. Maar ik denk wel dat het een geflatteerde overwinning was. Hield je hart vast toen Gourie die 2-1 maakte? Of had je er wel vertrouwen in van, nou, wij maken die derde wel? Ja, ik vond het een geweldige goal. Ik denk dat er allemaal mooie goals zijn gevallen vandaag. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk, als je 4 keer scoort, is het ook wel verdiend, denk ik. Maar enigszins geflatteerd. En toch weer die Vink, hè? Dat blijft toch jullie man? Ja, ik ben blij voor Kevin, want die is de laatste weken gewoon goed bezig en scoort ook. In het begin had hij gewoon... Ik kwam die eigenlijk niet echt voor de goal. En vandaag een afstandsschot en een goede loopactie. Waarbij die laatste bal, een goede voorzet van Dien van Ooyen. En een bal die teruggelegd wordt. Hij haakt af. Hij loopt niet door, maar hij haakt af. En dan schiet hem met zijn rechterbeen in de goal. Dus ik denk die zat er goed in. En Kevin speelde vandaag ook een hele goede wedstrijd.